Vanmorgen wil ik beginnen met een les over iemand tot Jezus leiden. Heeft u hem allemaal ontvangen trouwens? Want er zijn nog wat exemplaren. Ja? Oké. Okay. Kunnen we in ieder geval meedoen. Dat is in ons boek les 9. Iemand tot Jezus leiden. Wanneer we zo over dat onderwerp nadenken, dan zou dat heel menselijk en misschien zelfs een beetje zakelijk kunnen overkomen. Iemand tot Jezus leiden. En je bent geneigd om de vraag te stellen, wie ben ik en wie ben jij nu eigenlijk, dat wij iemand tot Jezus zouden kunnen leiden. En met grote nadruk wil ik dan ook zeggen dat iemand tot Jezus leiden, dat is in de allereerste plaats het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest overtuigt mensen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En het is de Geest van God die werkt in harten van mensen, om mensen uiteindelijk te brengen bij de Heer Jezus. Alleen het geweldige voorrecht is dat de Heilige Geest daar mensen voor wil gebruiken. In de allereerste les van de cursus leren wij ook mensen dat God eerst een werk in ons wil doen. En al die lessen, die eerste lessen, zijn dan ook helemaal gericht op de cursist zelf. God wil eerst een werk in ons doen. En het geweldige is, als God eerst in ons werkt, dan gaat hij ook door ons werken naar anderen toe. Dat betekent dat er een moment geweest moet zijn dat ook wij tot de Heer Jezus zijn geleid, zijn gekomen. Want hoe zou ik anderen tot de Heer Jezus kunnen leiden als ik niet zelf de Heer Jezus zou kennen als heiland en verlosser? Je kunt het ook anders zeggen, zoals de Bijbel het zegt, een blinde kan een blinde niet leiden. Ze vallen beide in de sloot, zegt de Bijbel. En dat is waar. Je kunt iemand ook niet tot de Heer Jezus leiden als je zelf de Heer Jezus niet hebt leren kennen. En toch is het zo'n zegen als mensen leren hoe ze anderen tot Jezus mogen leiden. Ik moet u echt zeggen, er is geen mooier werk dan dat. Boeddha Kids leerde ons vroeger altijd, als je één ziel tot Jezus hebt geleid, dan komt er al een verlangen om de volgende alweer tot de Heer Jezus te leiden. Want je gaat met mensen soms door diepte heen, door duisternis heen. En als iemand dan tot dat licht mag komen en je bent daar de eerste getuige van, dan word je zo geweldig blij en dankbaar. Want je ziet dat mensen overgaan van de dood in het leven en van de duisternis in het licht. Iemand tot Jezus leiden, dat doet de Heilige Geest, maar hij doet het en wil het doen door ons heen. Als ik iemand tot de Heer Jezus wil leiden, en ik zeg een paar dingen ter inleiding, dan moet ik eerst de Heer Jezus aan iemand voorstellen. Want iemand kan geen keuze maken voor de Heer Jezus als hij niet weet wie hij is. En ik denk dat heel veel mensen wel gelovig zijn en in diepste zin eigenlijk helemaal niet weten wie de Heer Jezus nu is. Iemand zei eens, ik ben de Heer Jezus nog nooit in mijn leven tegengekomen. En toen zei ik tegen die persoon, dan heb je hem dus ook nog nooit een keer ontmoet. Want als je iemand nog nooit ontmoet hebt, dan kan je ook nooit iemand tegenkomen. Ik heb het een keer gehad, het was een ongelukkig moment, dat ik op 3 oktober in het centrum van Leiden een boodschap moest doen.
Ja, wie denkt er nou aan dat op 3 oktober dat feest in Leiden gevierd wordt met wel 100.000 mensen in het centrum van de stad? Ik heb er geloof ik 2 uur over gedaan om op de plek te komen waar ik moest zijn. En elke keer door die drommen van mensen heen. Toen ik thuis kwam, zei iemand, waar ben jij geweest? Ik zag er kennelijk zo vermoeid uit. Ik zeg, in Leiden? Hij zegt, vandaag? Ik zeg, ja, ik wist het ook niet. En toen vroeg die persoon, ben je nog iemand tegengekomen? En ik begon te lachen. Ik zeg, ja, mijn oude buurman. Ik zeg, en ineens tussen al die mensen zag ik hem en we zwaaiden naar elkaar. Vreemd, ik heb duizenden mensen gezien. En ik kwam er maar 1 tegen. En dat ik die ene tegenkwam, heeft te maken met het feit dat ik hem ken. Je kunt de Heer Jezus nooit in je leven tegenkomen. Als je hem niet kent, als je niet weet wie die is. Het geweldige is, als je wel weet wie die is, dan kom je hem elke dag tegen. Dan kom je hem zo vaak tegen in situaties en zeggen, daar komt de Heer Jezus weer. En als ik iemand tot de Heer Jezus wil leiden, dan moet ik vertellen wie hij is. En hoe doe ik dat nu? We hebben een paar punten opgeschreven die heel belangrijk zijn. In de eerste plaats kan ik iemand de Heer Jezus laten zien door in een vertrouwensrelatie met iemand te komen. Vertrouwen moet je opbouwen. Ik weet wel, er is een heel groot verschil tussen iemand tot de Heer Jezus leiden die bijvoorbeeld nablijft in een evangelisatiedienst. Dan heb je een aanleiding om erop in te gaan met de boodschap die gebracht is. En dan is er over de Heer Jezus verteld. Maar als ik bijvoorbeeld denk aan mijn buren, als ik denk aan mensen die ik niet zo vaak ontmoet, dan moet ik eerst zorgen dat er een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd. En dat kan soms heel lang duren. Dat kan een tijd kosten dat je zegt, ik moet het laten zien dat ik te vertrouwen ben en ik wil dat vertrouwen ook winnen bij jullie. Ik merk dat bijvoorbeeld ook door het feit dat ik al zo'n 22 jaar lang voor de radio mag spreken. Er is zo'n vertrouwensrelatie met mensen ontstaan door al die jaren heen, terwijl je elkaar nog nooit hebt gezien. In alles wat je hebt gezegd, in alles wat je hebt gedaan. En mensen hebben je gevolgd, soms zonder dat je het weet. En er is een vertrouwen gewonnen. Dat betekent ook dat we dat moeten leren ten opzichte van collega's, van vrienden, van buren. Vertrouwen winnen bij de ander. En ben ik dan te vertrouwen? Soms beproeven ze je daarin. Maar het is een basis waardoor ik contact kan leggen met anderen. Als ik iemand ben die niet te vertrouwen is, zullen ze toch ook nooit van mij aannemen als ik ze vertel van de Heer Jezus. Vertrouwen kost tijd, kost energie. Maar het is de moeite waard om het erin te stoppen. Zodat je ook later mensen kunt winnen voor de Heer Jezus. Als ik met iemand contact krijg en er is een vertrouwensrelatie opgebouwd, dan is het zo goed om eens zomaar langs je neusweg de vraag te stellen, heeft u iets met het christelijke geloof? Heel veel mensen zeggen, ach ja, ik ben er vroeger wel mee opgevoed, ik doe er nu niks meer aan. Nou, als iemand dat zegt, dan weet je dat er dus wel een bekendheid is over godsdienst. Soms kan je de tweede vraag stellen, hoorde u bij een bepaalde kerk? Nou, dan kan het zijn dat iemand een kerk noemt waarvan u zegt, daar ben ik het nou helemaal niet mee eens met die leer van die kerk. Zeg dat dan alsjeblieft nooit. Ga mensen niet bekritiseren, ook al is het een leer waarvan je zegt, nou, ik heb daar helemaal niks mee. Probeer juist vanuit die godsdienst, dat geloof vanuit die kerkelijke richting, punten te vinden waarvan u zegt, daar kan ik positief op ingaan.
vriend van mij die vertelde is, hij werkt ook jarenlang in België. Hij zegt, we hebben heel veel met het katholicisme te maken in België. Hij zegt, en het is hier af en toe behoorlijk afgodisch. Hij zegt, en zo vaak heb ik tegen mensen gezegd wat Maria zei op de bruiloft te Cana tegen de bediende. Je moet doen wat hij zegt. En als je tegen iemand die katholiek is zegt, Maria zegt, dat je moet doen wat de Heer Jezus zegt, dan zeg je iets waar mensen iets mee hebben. Want ze hebben zoveel met Maria. Je kunt ook erop afgeven en zeggen, ach, al die Maria-verering, dat is toch helemaal niet bijbels. Nee, je moet leren om dingen positief om te zetten. Mensen niet afbreken in hun godsdienstige gedachten of achtergrond, maar dat juist hanteren en gebruiken om mensen uiteindelijk te vertellen wie de Heer Jezus is. Wat is nou het voorrecht? Als je mensen als je informeert naar godsdienstige achtergrond bij mensen en je hebt daar respect voor. En respect ergens voor hebben wil niet zeggen dat je het ermee eens bent. Maar je kunt wel respect hebben voor een ander. Dan krijg je ook zelf gelegenheid om iets te zeggen over jouw kerkelijke of godsdienstige achtergrond. Toen ik deze cursus deed, want dit is een les uit een hele uitgebreide cursus. Toen kregen wij de opdracht bij dit punt, schrijf eens 10 positieve dingen op uit de kerk waar jij toe behoort. En ik dacht, nou dat doe ik even. En het eerste wat ik opschreef was, we hebben een fijn kerkgebouw met een ruime ingang. En mensen kunnen alleen aan de ruimte al zien dat ze welkom zijn. We hebben een ouderling in onze gemeente, die staat elke zondagmorgen bij de ingang. En die man heeft een stralend gezicht en die heet iedereen welkom. Ik zeg, en als ze binnenkomen bij ons in de kerk, dan krijgt je ze van de koster een boekje. Die heel vriendelijk vraagt, heeft u een boekje of wilt u er een hebben? En als het erg druk is in de dienst, en dat gebeurde vaak, dan liep de koster met ze mee en zei, daar is nog een plekje, daar is nog een plekje. Zeggen, we hebben een voorganger die een positieve boodschap brengt. We zingen met elkaar. En ineens dacht ik, nou heb ik nog maar 5 punten genoemd. En ik moet er 10 noemen. 10 positieve dingen van mijn kerk. Nou, ik weet niet hoeveel positieve dingen u kunt noemen. U zou het eens moeten opschrijven. Dat je gewoon eens opschrijft en zeggen, dat is positief en dat is positief en dat is positief. En als u zegt, ik kom niet verder dan 3, nou zorgt u dan dat er meer komen. Want dan moet u er gaan werken en zeggen, dan moet daar een stukje vriendelijkheid komen. Dan moet daar een stukje ja, van dat evangelie gestalte krijgen in de kerk waar ik toe behoor. Positieve dingen. Want weet u, als er nu geen positieve dingen te zeggen zijn van onze godsdienst, van onze kerk, waarom zou je dan die mensen willen overhalen om eens bij jou in de gemeente te komen? Zeggen, nou, ik hoor het wel, bij ons zijn meer positieve dingen bij jullie en ze komen nooit over. Het is dus zo belangrijk om iets te kunnen vertellen, een getuigenis te kunnen geven over de gemeente waar jij toe behoort. En als je zegt, ik vind die niet positief, ga er dan zelf wat aan doen. Het volgende wat ik wil zeggen is, dat is allemaal voorbereidend werk. Zorg dat je een goed getuigenis hebt. Als je het vertrouwen hebt gewonnen bij mensen, je open hebt gesteld en je hebt respect voor de godsdienst van de ander. En jij hebt iets kunnen vertellen over de gemeente waar jij zondags naartoe gaat, dan kan dat toch nog heel afstandelijk zijn. Maar dan kom je terecht niet alleen bij een getuigenis van je gemeente, maar dan kom je ook terecht bij het getuigenis
van je eigen leven. En weet u, als jij je openstelt voor de ander en je bent geïnteresseerd in de ander en er is vertrouwen, dan is er ook openheid voor je getuigenis. Want je deelt het gewoon met elkaar. Zeg, joh, maar mag ik je nou eens vertellen wat God in mijn leven heeft gedaan? Dan gaat het ineens niet meer over je kerkelijke gemeenschap, maar gaat het over jou. Mag ik nou eens vertellen wat God in mijn leven heeft gedaan? Nogmaals, toen ik die cursus volgde, toen kregen we een tweede moeilijke opdracht. We hebben er veel tijd in geïnvesteerd. En die opdracht luidde: wil je eens 5 keer je getuigenis opschrijven op papier? 5 keer. Alleen 5 verschillende getuigenissen. 5 keer geschreven vanuit een ander gezichtspunt. Naar aanleiding van een ander punt wat je nog niet hebt genoemd in de voorgaande getuigenis. En we dachten van, wat zou dat voor waarde hebben? En toen gebruikte die pastoor uit Engeland, die de cursus gaf, een voorbeeld uit zijn eigen gemeente. Hij zegt, wij zijn een gemeente die ontstaan is uit evangelisatiewerk. Hij zegt, het zijn niet gelovigen die overgekomen zijn naar onze kerk, maar allemaal mensen van de straat, mensen uit de wereld die tot geloof gekomen zijn. Hij zegt, we hebben een man gehad die heeft jarenlang in de gevangenis gezeten, omdat hij iemand had vermoord. Maar hij is radicaal tot geloof gekomen, een wederom geboren christen. Hij zegt, en de man werd trouw bij ons in de kerk en hij kwam elke zondag en we zagen dat deze man zo veranderde. Het was een boom van een kerel en indrukwekkend om te zien, maar deze man was in de dienst als een kind die zich toevertrouwde aan God. En we zagen dat hij groeide in het geloof. Hij zegt, na jaren hebben we hem gevraagd om ouderling te worden bij ons in de kerk. En natuurlijk, als je ouderling wordt in de kerk, dan wordt er van je verwacht dat je ook op huisbezoek gaat. En ze riepen ook hem en zeiden van, broeder, zou je bereid zijn om wat mensen in de gemeente ook te bezoeken? Hij was zo enthousiast, de gelovige, dat wilde hij wel. En hij kreeg een lijstje met namen en dan ging de mensen bezoeken. En toen kwam hij bij iemand, een heel oud vrouwtje, en die woonde ergens op een afgelegen plaats vlakbij het bos. En toen kwam hij daar, er stond die grote vent 's avonds voor de deur. En hij kwam binnen, want hij zei, ik ben ouderling van de kerk en ik wil u graag bezoeken. En dan was nog geen 10 minuten binnen, toen zei hij tegen dat vrouwtje, mag ik u mijn getuigenis geven? Dat was allemaal nog een beetje onwennig, hij was net begonnen. En toen zei hij, nou vroeger, zegt hij, was ik een moordenaar. En ik heb jaren in de gevangenis gezeten. En dat oude vrouwtje begon helemaal te trillen van, wat is er nou in mijn huis gekomen? En die kon geen kant meer uit. Maar die man die vertelde dat zo enthousiast. Want God had een wonder gedaan in zijn leven. Nou, daar kwam geen woord van het evangelie over die avond. Alleen maar angst. Fijke ter Velde heeft jarenlang dat programma voor de televisie gedaan, God verandert mensen. En daar is een geweldige zegen van uitgegaan. Maar er is ook een enorme stroom van kritiek binnengekomen. Een kritiek die bijna altijd hetzelfde weergaf en dat was van, Fijke, moet je nou eerst in de goot hebben gelegen om tot de Heer Jezus te komen? Moet je nou eerst een alcoholverslaafde en een drugsverslaafde zijn geweest om tot de Heer Jezus te komen? Want er waren soms weken achter elkaar getuigenissen van mensen die helemaal vast waren gelopen. En Fijke is toen maar mensen gaan vragen die ook een heel andere bekering hadden. Het is zo belangrijk om je getuigenis eens op te schrijven. Maar dan een keer of 4, 5. En te zeggen van welke uitgangspunt kan ik nu eens iets zeggen?
Weet u, als ik jonge mensen die niets van God willen weten, mijn getuigenis wil geven, dan zal ik altijd beginnen door te zeggen van, er zijn jaren geweest in mijn leven dat ik niks van God wilde weten. Net als jullie, zei ik dan. Ik zeg, want ik was zo gelukkig buiten het geloof in God, dat ik God niet nodig had. En ik merk dat ik onmiddellijk een open ingang heb bij die jongeren. Want dat is nou precies wat hun ook zeggen. Dan zeg ik heb God niet nodig, ik ben gelukkig. En heel langzaam laat ik ze zien dat mijn geluk vroeger buiten God gebonden was aan mijn omstandigheden. En zolang mijn omstandigheden goed waren, gingen bij mij goed. Ik zeg, dat zal bij jullie ook zo zijn. Maar als je omstandigheden veranderen, gaat het dan nog goed met je? Ik zeg, mijn omstandigheden veranderen. En ik probeer dat te illustreren door te laten zien dat je God niet nodig hebt als het goed gaat. Nee, maar je hebt God nodig als het niet goed gaat. En dan merk je ineens, ik heb God altijd nodig. Dat is een invalshoek die je kunt gebruiken. Je moet niet liegen. Je kan alleen maar zeggen wat God in je leven gedaan heeft. Maar ik kan ook een getuigenis geven, zeg ik zat zo in de zonde. En mensen schrikt het af. We moeten proberen ons getuigenis te geven, eerlijk, zuiver, maar daarover nadenken en zeggen, hoe vertel ik dat nu? En mensen raken geïnteresseerd in datgene wat God in je leven heeft gedaan. Wanneer een gesprek zich ontwikkelt, dan zou je, en dat is heel goed om dat te doen, mensen ook een vraag kunnen stellen. Vragen, dat helpt om mensen erover na te doen denken. Soms dan vermijden ze de antwoorden, maar probeer leiding te geven aan het gesprek door gewoon eens vragen te stellen. Nu staan er hier twee vragen die aan duizenden mensen in de wereld al gesteld zijn. Diagnosevraag. De eerste die luidt, weet u zeker dat u naar de hemel zou gaan als u deze nacht zou sterven? Dan moet je heel erg voorzichtig zijn met zo'n vraag. Die vraag moet je niet stellen met iemand met een pistool op zijn borst. Nou, als je sterft vannacht, wat dan? Zo werkt het ook niet. Het moet nooit bedreigend overkomen. Maar veronderstel nou dat, ja, dat je zou sterven vannacht. Want er komt toch een moment dat dat gebeurt. Je kunt zelfs voorbeelden noemen van mensen die ineens plotseling met de dood werden geconfronteerd. Wat dan? Weet je dan zeker dat je naar de hemel zou gaan? En mensen zeggen heel vaak van, ach, je kunt het nooit zeker zeggen. En dan komt daar die tweede vraag achteraan. Stel u voor dat u vannacht sterft en bij God wordt gebracht. En dat hij u vraagt, waarom zou ik u in de hemel binnenlaten? Wat zou u dan zeggen? Het is niet gebleken alleen maar uit deze vorm van evangelisatie. Dat bijna altijd mensen hetzelfde zeggen. Maar ik weet dat ook uit een hele lange periode van het werk van de Heere God, dat bijna iedereen zegt van, ach, ik ben goed geweest voor die. En ik ben goed geweest voor die. En ik heb eigenlijk nooit vreselijke dingen gedaan. En wat gebeurt er dan? Dan gaan mensen als het ware hun eigen intreebewijs schrijven. Zeggen, nou, God zal mij wel aannemen, want ik ben nooit slecht geweest. En dan zeg ik van, maar niemand kan behouden worden uit zijn eigen werken. En dan pas ga ik mensen het evangelie uitleggen. Zeggen, joh, niemand kan de hemel verdienen. Maar het wonder is dat de hemel een geschenk
van God is. Een geschenk. En hoe mag ik nu iemand tot de Heer Jezus leiden? Door mensen 5 dingen uit te leggen. En we noemen dat wel eens de 5 stappen. Het eerste wat ik mensen wil uitleggen is dat er genade bij God is. Genade. En genade, dat is iets wat je om niet ontvangt. Genade is iets wat God je geeft als een geschenk. Genade. Alleen het wonderlijke is dat wij vaak niet willen leven uit genade. De mannen onder ons, die zullen dat wel herkennen, dat je vroeger met je vrienden aan het vechten was op school. Dan gingen ze met z'n drieën bovenop je zitten en zeiden ze: zeg genade. Nou, al moest ik me doodvechten. Dat wilde ik niet zeggen. Waarom niet? Dat is toegeven dat je het zelf niet kan. Dat is capituleren. Dat is toegeven dat de ander sterker is. Nou, dan werd je eerst blauw, dan werd je paars en dan werd je wit. En dan kon je nog net piepend zeggen genade en dan lieten ze je gelijk los. En dan dacht ik altijd, wat ben ik toch stom dat ik het zo ver laat komen. Maar ja, we zijn zulke eigenwijze mensen. We willen eigenlijk geen genade accepteren. Maar genade is iets wat je vrij maakt. En genade is iets wat van God is gekomen tot de mensen. Ja, tot alle mensen. We lezen dat vaak zo rond de kerstdagen, wat er staat in Titus 2, vers 11. Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend, verlossingbrengend voor alle mensen. Voor alle mensen. Voor wie dan ook is er genade. Daarom is dat altijd de eerste stap. Je kunt niet behouden worden uit jezelf. Nooit door goede werken. Je kunt alleen maar de hemel ontvangen wanneer je bereid bent om te ontvangen de genade van God. Hij geeft het om niet. Dat staat er ook, in die tekst staat erbij. In Romeinen 6, vers 23. Het loon van de zonde is de dood. Maar de genade die God geeft is het eeuwige leven. Daar moet je dus op zien. De genade die God geeft is het eeuwige leven. Dat betekent dat dat eeuwige leven, dat hemel, een geschenk is van God. Als Johannes in zijn eerste evangelie schrijft: het woord van God is vlees geworden, dan praat hij over de Heer Jezus. God is het woord en het is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En dan zegt Johannes, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Met andere woorden, we hebben naar de Heer Jezus gekeken, we hebben hem aanschouwd, we hebben niet even een vluchtige blik geslagen op hem. Nee, we zijn naar hem gaan kijken, aanschouwen. En het eerste wat we zagen was, dat toen we naar hem keken, dat hij vol was van 2 dingen. Hij was vol van genade en vol van waarheid. Ik ben zo verschrikkelijk blij dat het in die volgorde staat. Dat er eerst genade genoemd wordt en dan waarheid. Ik weet niet of ik tot geloof was gekomen als ik eerst met de waarheid was geconfronteerd. Ik denk dat ik hard was weggelopen, omdat het zo confronterend is als je in de waarheid ontdekt wie je zelf bent. Dat zie ik ook bij heel veel mensen.
Ik kom dat ook tegen in heel veel leringen. Mensen die de waarheid verkondigen als eerste. En je krijgt doodsangst te zeggen, wie ben ik? Hoe kan ik voor God bestaan? Ik ben dood in de zonde en vult u het allemaal maar in. Nee, het eerste wat ontdekt wordt in de Heer Jezus is dat hij vol is van genade. En die genade die zegt dat hij verschenen is voor alle mensen. Voor wie dan ook, met wat voor rottigheid en ellende en moeite en zonde je ook zit in je leven. Er is genade voor elk mens. Natuurlijk is er ook waarheid. Je kunt niet om de waarheid heen. Maar je moet dat wel als tweede zeggen. Want anders vlucht een mens weg en komt hij nooit tot het geloof. Daarom is er een tweede stap. En de tweede stap is nou precies dat een mens geconfronteerd moet met de waarheid. En dat hij moet weten dat hij niet door goede werken behouden kan worden. En dat er niks goeds in hem woont. Ik zeg vaak, de grootste nood vandaag in de wereld en ook in Nederland, dat is dat de mensen niet meer weten dat ze zondaren zijn. Dat ze niet meer weten dat ze verloren gaan als ze niet geloven in Christus. En als je niet weet dat je verloren gaat, heb je toch ook geen behoefte aan een verlosser? Als je weet dat je het zelf niet kan, heb je toch ook geen behoefte aan iemand die het voor jou wil doen? Daarom moet ik weten wie ik ben. En ik kan alleen maar weten wie ik ben door de waarheid. Ah, Pilatus stelde die vraag al van, ach, wat is waarheid? En dat zeggen we vandaag ook, wat is waarheid? Voor mij is er maar één waarheid. En dat is de Heer Jezus Christus, die zich openbaart in het woord van God. Dat betekent, en laten we dat alsjeblieft niet vergeten, dat het waar is wat dat spreekwoord zegt. De waarheid is hard. En de waarheid is verschrikkelijk confronterend. En waarheid is meestal iets wat mensen niet willen horen. Maar als je het niet wil horen, dan kan je namelijk ook nooit tot de vrijheid komen. Want wat is nu het wonder van de Bijbel? Dat de Bijbel zegt, de waarheid maakt je vrij. Dat is niet alleen maar confronterend, maar het maakt je vrij. Dat betekent dat als een mens gaat toegeven dat er niks goeds woont in hem. En dat hij de waarheid eigenlijk niet kan verdragen, omdat de waarheid hem zegt wie die is. En je komt zover en je wordt eerlijk voor God. Dan ineens mag je weten, maar de eerste stap en het eerste wat ik mocht leren is, er is voor mij dus genade. Als ik iemand genade verkondig, dan komt er een verlangen van Gods wegen in je hart. En dan komt die waarheid en die waarheid die zegt wie ik ben. En dan komt de derde. Want de derde is dat ik aan mensen moet laten zien wie God is. En dat is misschien wel het allermoeilijkste punt. Ik moet mensen leren wie God is. Wat is daar nou voor nodig? Ik kan ongelooflijk veel over God zeggen, omdat er zoveel in de Bijbel staat. Maar je moet proberen, als je iemand het evangelie wil uitleggen, om dat zo kort mogelijk te doen. In ieder geval dat hij iets ervan kan begrijpen. Daarom vertel ik altijd aan mensen de twee kanten van God. Als je die twee kanten leert, dan ben je geneigd om te zeggen dat God dan met zichzelf wel in de problemen moet komen.
Want het eerste is dat God heilig en rechtvaardig is. Dat betekent dat God de zonde van ons niet kan verdragen. Dat God de onrechtvaardigheid van ons leven niet verdraagt, niet accepteert. Dat betekent dat God elk mens moet straffen met de straf van een eeuwige verlorenheid, omdat we zondaren zijn. God moet elk mens straffen, want we zijn allemaal zondaars. Niet één van ons is uitgezonderd. Elk mens heeft zijn zonde en zijn ongerechtigheid. En God moet de mens straffen. Waarom moet God dat doen? Omdat God heilig is. En God kan de onheiligheid niet verdragen. Dat is onmogelijk. Dus God moet vanwege zijn eigen heiligheid de mens straffen met een eeuwige verlorenheid. Dat kan niet anders. Maar er is ook een andere kant van God. En dat is dat God liefde is. En dat God niet wil dat iemand verloren gaat. Dat staat ook heel duidelijk in 2 Petrus 3 vers 9. God wil niet dat iemand verloren gaat. Maar dat allen tot bekering komen. En dat allen behouden worden. Dat is een probleem. Mag ik het zo zeggen? Dat is een probleem voor God. God is heilig in zijn wezen. En hij moet de mens straffen met een eeuwige verlorenheid. En God is een God van liefde. En hij wil niet dat iemand verloren gaat. Wat is nu een probleem in heel veel kerken en gemeenten? Dat is dat we vaak God laten zien en God voorstellen aan mensen van zijn ene kant. En in de ene gemeente wordt alleen maar gesproken over God is liefde. En God wil niet dat je verloren gaat en kom tot de Heer Jezus en we kunnen mensen uitnodigen. En het is alleen maar God is liefde. En van de heiligheid van God is bijna niks meer terug te vinden. Mensen praten over die liefdevolle God en als het allemaal paars en vree is. En God, ach, God is toch liefde. God vergeeft je toch. En we kunnen zo het accent leggen op dat ene aspect. En in andere kerken en andere leringen verkondigen ze alleen maar God is zo heilig. God is een torende God. God is een God die straft. En je hoort er nooit over de liefde van God. En het is allemaal zwart en het is allemaal duister. Oh, God is een vreselijke God. En het is waar, God is een verterend vuur. En het staat er allemaal. En er zijn honderden teksten die dat zeggen. Het is de ene kant. Er zijn ook honderden teksten die zeggen, en God is liefde. En God heeft zijn zoon gegeven opdat we zullen leven. God is heilig. En God is liefdevol. God moet de mens straffen. En God wil de mens niet straffen. Hoe heeft God dan dat probleem opgelost? Dat brengt ons bij het vierde. God heeft zijn zoon, de Heer Jezus, gegeven. Mag ik het zo zeggen? God heeft zijn eigen probleem, dus klinkt een beetje menselijk, zijn eigen probleem opgelost. Door zijn heiligheid op zijn zoon te leggen en zijn liefde op zijn zoon te leggen. De Heer Jezus is in de wereld gekomen. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond.
En we weten dat de Heere Jezus een vreselijke lijdensweg is gegaan naar het kruis van Golgotha. En dat hij aan het kruis van Golgotha is gestorven. De discipelen van Jezus die begrepen er helemaal niks van. Toen de Heer Jezus over zijn eerste lijdensaankondiging sprak en vertelde dat de Zoon des Mensen moest lijden, gespuugd zou worden, gehoond zou worden, geslagen zou worden en uiteindelijk gekruisigd zou worden, pakt Petrus de Heere Jezus vast en hij neemt het terzijde. En er staat in Matteüs 16 en hij begon Jezus te bestraffen. En hij zegt met andere woorden, Heer, u moet niet zo praten. Als er één niet zal lijden, als er één niet gedood zal worden, dan bent u het. Want u heeft niet gezondigd. Alles in u is zo goed, zo volmaakt. En Jezus zegt, ga achter mij. Ga weg, Satan. Je bent berekend op de dingen van de mensen. En je bent niet berekend op de dingen van God. Wat waren dan de dingen van God? God ging zijn heiligheid openbaren en zijn liefde openbaren in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En hoe is dat gebeurd? De Bijbel zegt in Jesaja 53 dat de straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. De Bijbel zegt dat Jezus tot zonde gemaakt is. Hij heeft zelf niet gezondigd, maar hij is tot zonde gemaakt. Welke zonde? Mijn zonde. Jouw zonde. Mag ik het eens illustreren met een voorbeeld? Veronderstel dat deze hand het beeld van God zou zijn. En dat deze hand het beeld zou zijn van mijn leven. En veronderstel dat dit het beeld zou zijn van al mijn zonden. Van al mijn verkeerde gedachten. Van al mijn onreinheden. Van alles wat ik in mijn leven verkeerd gedaan heb. En er komt toch een verlangen om bij God te komen. Dan ga ik goede werken doen. En ik ga niks verkeerd meer doen. En ik vloek niet meer en ik scheld niet meer. En ik ga naar de kerk en ik ga de Bijbel lezen. En ik probeer om steeds dichter bij God te komen. En dat doen een heleboel mensen zo. Maar het probleem is, mijn zonden blijven zitten tussen God en mij. En Jesaja 59 zegt, dit is wat scheiding brengt tussen God en mij. Mijn zonden. En hoe vroom ik ook probeer te leven, ik kan niet bij God komen, want altijd zitten die zonden ertussen. En God moet mij één ding doen. Vanwege Gods heiligheid moet God mij straffen. En moet ik de eeuwige dood sterven vanwege mijn zonden. En maar dat wil God niet. God wil niet dat ik verloren ga. En hoe heeft God dat probleem nu opgelost? Wat heeft God gedaan? Het woord was bij God en het woord is vlees geworden. En het woord heeft onder ons gewoond. Hij is mens geworden. God was mens in Jezus Christus. Zonder zonde. Zo volmaakt. Maar waarom is hij gekomen? Jesaja zegt het. De straf die mij de vrede aanbrengt, was op hem. En hij werd tot zonde gemaakt. Hij nam de zonde der wereld op zich, zegt de Bijbel. En God kon maar één ding doen.
Jezus moest sterven. Hij werd zelfs door God verlaten vanwege de zonden die op hem gelegd waren. Niet zijn zonde, maar mijn zonde. Hij is tot zonde gemaakt. Het Lam God dat de zonde der wereld op zich nam. En Jezus moest sterven. Er was geen andere weg. Jezus moest door God verlaten worden. Er was geen andere weg. Want de straf van de zonde was op hem. Als ik mijn zonde leg op de Heer Jezus, dan is het wonder dat de weg naar God nu vrij is. En dat ik met God mag leven. God wil niet dat ik verloren ga, maar God is heilig. Dat betekent een mens die met zijn zonde blijft zitten. Die zal moeten sterven. Maar een mens die zijn zonde brengt bij de Heer Jezus, die mag weten dat zijn zonden vergeven zijn. Daarom moet ik mensen vertellen wie God is. Alleen moet ik zo eerlijk zijn om te zeggen dat God heilig is. En dat God een verterend vuur is. Voor iedereen die niet gelooft. En die gestraft zal worden met een eeuwige verlorenheid. Maar ik moet ook zeggen dat God dat niet wil. Want dat God wil dat alle mensen behouden worden. En dan moet ik dat beeld uitleggen. En laten zien aan mensen. Er is maar één oplossing. En dat is de vierde stap. Dat is dat God vlees werd in Christus. En dat de Heer Jezus moest sterven aan het kruis. Er was geen andere weg. Altijd als ik mensen dit vertel, zal ik tussendoor aan ze vragen, begrijp je wat ik bedoel? En als mensen het niet begrijpen, dan leg ik het opnieuw uit. Net zo lang totdat ze het begrijpen. Hoe een mens behouden kan worden door het geloof in de Heer Jezus Christus. Want Hij is degene die het heeft volbracht. Alleen, er is een vijfde stap. En het trieste is dat die vijfde stap zo weinig aan mensen wordt uitgelegd. Sommige predikers prediken al 10, 20, 30, 40 jaar lang wat ik tot nu toe heb gezegd. Dat je alleen behouden kan worden door het geloof in Christus. En mensen gaan de kerk uit. Nou, we hebben het weer gehoord. En ze zijn nooit tot persoonlijk geloof gekomen. Geloven, dat is een daad, een keuze maken. En als iemand die keuze in zijn leven niet maakt, dan kan hij met al zijn kennis voor eeuwig verloren gaan. Want niet het weten van de dingen is genoeg. Het moet een keuze worden. En geloven is een groot verschil. U weet dat ik heel veel reis naar heel veel landen van de wereld. En dat ik ook heel vaak in de afgelopen jaar naar Schiphol moest. En dan kom je op dat gigantische grote vliegveld waar honderden, waar duizenden vliegtuigen vertrekken. En dan kom je de hal binnen van Schiphol
En meestal neem je je ticket erbij en zeg ik heb dat vluchtnummer. En je kijkt even op het bord en zeggen van hey, ik moet bij die en die gate zijn. En onderweg kijk je nog een keer, weet je zeker dat je daar moet zijn. En je kan het onderweg nog vragen aan mensen die behoren bij de luchtvaartmaatschappij, zeggen van ga ik goed, moet ik daar zijn? Ik heb dat vaak in het buitenland, dat ik denk van ja, ben ik er nou zeker van? En dan vraag ik het nog maar een keer. En dan eindelijk kom ik bij de keten en dan ga je daar zitten. En je ziet het op het bord staan, dat is het goede, die moet terug naar Amsterdam. En daar wil ik dan ook altijd naar terug. Ik zit helemaal goed. Als ik het nog niet vertrouw, ga ik het nog een keer vragen. En iemand die zegt, het staat op het bord, maar ik zeg het u ook maar. Dit vliegtuig gaat naar Amsterdam. En als iemand zou vragen, geloof je het nu dat hij naar Amsterdam gaat? Dan zeg ik, ja, nu geloof ik het. En als ze zouden vragen, waarom geloof je het nu? Dan zeg ik, nou, ik heb het al 3 keer op het bord gelezen. En nou zegt u het me ook nog een keer. En u weet het toch, want u werkt hier. Ja, ik geloof het. Maar als ik bij de gate blijf zitten en ik sta niet op om naar het vliegtuig te gaan en de deur van het vliegtuig binnen ga, dan kom ik nooit van mijn leven in Amsterdam. Dan heb ik het gelezen, ik heb het gehoord, ik heb het geloofd dat het vliegtuig naar Amsterdam gaat. Ik ben alleen vergeten in te stappen. En ik kom er nooit. Je komt nooit in de hemel als je weet dat het geschreven staat. Je komt nooit in de hemel als iemand het je gezegd heeft hoe je er kunt komen. Als je niet bereid bent om in te stappen in dat vliegtuig. Dat is een stap van geloof. Ik heb dat vaak ervaren als ik instapte in het vliegtuig. Ik heb op het bord gezien dat de vliegtuigen gaan naar Amerika. En daar moet ik niet naartoe. Ik heb gezien dat de vliegtuigen gaan naar India. Ja, daar moet ik niet naartoe. Ik heb gezien dat de vliegtuigen gingen naar Australië. Ja, daar moet ik niet naartoe. Maar ze vliegen allemaal dezelfde kant uit op de startbaan. Dan denk ik, ja, moet ik nou daarheen naar Amsterdam of moet ik nou daarheen? Nou, ik heb er zoveel vertrouwen in dat de piloot het wel weet. Maar ze vliegen allemaal dezelfde kant uit. En de een die kan, de ander die kan. En ze landen op de plek die is aangegeven. Het is niet genoeg om het te weten. Het is niet genoeg als je niet opstaat en naar binnen gaat. Het viel me een tijdje geleden zo op dat er staat in Psalm 1 dat er een onrechtvaardige zit in de kring van rechtvaardigen. Dat betekent dat er een ongelovige zit, gewoon in de kring van gelovigen. En hij zingt mee, en hij denkt mee, en hij leest mee. En hij is een ongelovige. Dat betekent dat je met alles mee kunt doen. Dat je zelfs kunt geloven en zeggen, ja, het is waar wat ik heb gehoord. Maar nu de keuze te maken. Het is een heel aantal jaren geleden dat ik in een van de radio-uitzendingen, vlak voor de opname, een contact had met iemand van de muzikale Fruitmand. En die riep me na, die zei, Aad, ik heb een vraag, dat mag toch in jullie uitzendingen? Ik zei, ja, daar zijn we voor. Ze zegt, mag ik nou ook eens een vraag stellen? Ze zegt, ik hoor al jarenlang bij ons in de kerk, elke week het evangelie. Jaar in, jaar uit.
En ze zei, en ik heb er nog nooit meegemaakt dat er bij ons in de kerk een uitnodiging werd gedaan om tot de Heer Jezus te komen. Nog nooit. Zouden jullie niet eens een uitzending willen wijden over het doen van een uitnodiging? Ik vond het een schitterende vraag. En we hebben er een hele uitzending aan gewijd, alleen maar hoe je uitgenodigd moet worden om tot de Heer Jezus te komen. En toen hebben we voor één keer, hebben we alle drie onze eigen telefoonnummer opgegeven. We doen dat normaal nooit, omdat dat via de nazorg loopt. Maar we hebben voor één keer onze eigen telefoonnummer opgegeven. Die uitzending was een week later en ik was net ziek thuis. Ik had de uitzending niet gehoord. Ik was het helemaal vergeten. En het was afgelopen en de telefoon gaat. En iemand zei, ik ken het hele evangelie. U hoeft het me niet uit te leggen. Maar zou u met mij willen bidden, want ik wil zo graag een kind van God worden. Want ik ben uitgenodigd vanavond via de radio, maar ik weet niet precies hoe ik het moet doen. En ik heb gezegd, we zitten aan de telefoon, zullen we samen neerknielen, u in uw kamer en ik in mijn kamer. En we hebben met elkaar gewoon het zondaarsgebed gebeden, hoe je de Heer Jezus mag aannemen. Door te danken dat Hij aan het kruis voor jouw zonde gestorven is. En ineens zei die vrouw die ik aan de telefoon had, wat geweldig, nu weet ik het. Nu weet ik dat ik een kind van God ben. En ze nam de Heer Jezus aan. Ze legde de telefoon neer en er ging weer. En iemand zei, broeder van de Zanden, ik ben al op mijn knieën. Zou u met mij het zondaarsgebed willen bidden? Want ik wil zo graag een kind van God worden. Ik ben nog nooit uitgenodigd. Maar nu wel. En ik wil behouden worden. En ze kwam tot geloof. En ik legde de telefoon neer en er ging weer. En ik legde de telefoon neer en er ging weer. En er kwamen zo vier mensen tot het geloof in de Heer Jezus. Omdat ze uitgenodigd werden. Om eens te doen dat wat we hadden geleerd. Toen we een week later in de studio terugkwamen. En we vertelden wat God had gedaan in levens van mensen. Toen hebben we dat ook verteld voor de radio. En gewoon gezegd van mensen, verleden week hebben we u uitgenodigd om te kiezen voor de Heer Jezus. En de een na de ander heeft het gedaan. Toen was de uitzending afgelopen en toen ging de telefoon en toen zei iemand, oh, had je moeten bellen als je dat had gedaan? Ik zei, nee, u hoeft er niet te bellen. Ja, zegt ze, ik heb het ook gedaan. En ik heb het ook gedaan. De keuze gemaakt om tot de Heer Jezus te komen. Weet u, als ik iemand tot de Heer Jezus wil leiden. En ik heb het evangelie uitgelegd. Dan moet ik de vrijmoedigheid nemen. Om tegen iemand te zeggen, zullen we samen onze knieën buigen? En zullen we nu samen tot de Heer Jezus gaan, omdat mensen niet weten hoe ze dat moeten doen. Ik ben zo dankbaar voor die broeder die dat bij mij deed. En zei, Aad, zullen we samen onze knieën buigen. Je mag het zeggen zoals het in je eigen hart is, maar dank vooral dat de Heer Jezus voor jouw zonde gestorven is. Oh, dat kan strijd kosten. Dat kan moeite kosten, maar je bent er om samen met iemand te bidden. En dan merk je hoe Satan probeert daar verwarring te stichten. Dan heb je het mensen uitgelegd hoe ze de Heer Jezus mogen aannemen. En zeggen, ga nu danken dat je gelooft dat de Heer Jezus voor jouw zonde gestorven is. En dan ga je op de knieën en dan beginnen ze te bidden. Zeggen, Heer, mag ik uw kind worden? Heer, ik zou het zo fijn vinden om ook uw kind te worden. Mag dat? En ze bidden alleen maar van, Heere, mag dat? En dan zeg ik altijd, nee, dat mag. God wil niet anders. Alleen moet je zeggen, Heer Jezus, ik dank u dat ik uw kind nu mag worden. En ik aanvaard u als heiland en verlosser.
Ik zeg vaak tegen mensen die soms al jaren bidden of ze een kind van God mogen worden. Dan zeg ik, dan moet je mee ophouden. Kijken ze me heel verbaasd aan. Zeggen ze, nee, maar ik wil het zo graag. Zeg ik, ja, als je het wil, dan hoef je niet te bidden of je het mag worden. Want dan mag je het worden, want God wil niet dat je verloren gaat. Dan zeg ik, je moet ophouden met bidden en je moet overgaan met danken. Dank God voor de Heere Jezus. Dank God dat Hij al je zonden op Hem heeft genomen, zodat je nu vrij geworden bent van de zonde. Het is een heilig moment als je daar bent gekomen. Ik wil dat zeggen tot slot van deze eerste les. Vergeet u het nooit. Het is altijd het meest moeilijke moment om iemand te brengen bij de Heer Jezus en hem te leren dat hij niet meer hoeft te vragen, maar dat hij mag danken, dat hij het mag aannemen. En u moet proberen dat te illustreren met allerlei voorbeelden en zeggen, maar als ik nou een cadeau zou meenemen voor uw verjaardag en ik tegen u zou zeggen, het is nog helemaal ingepakt, je kan niet zien wat erin zit, maar ik weet dat je het zo graag wil hebben. Ik heb dat gehoord van die en van die, dat je dat zo graag wil hebben en ik heb een cadeau voor je en het is voor jou. Veronderstel dat iemand zou zeggen, voor mij? Nee, dat kan ik niet aannemen. Ik zeg, ja, maar het is voor jou. Ja, nee, dat kan ik niet aannemen. Ik zeg, ja, maar ik weet dat je het graag wil hebben en ik heb het speciaal voor jou gekocht. En dat je hem zo ver krijgt dat hij zegt, nou, mag ik het dan hebben? Ik zeg, ja, natuurlijk mag je het hebben, want het is voor jou. Ja, maar mag dat echt? Ja, het mag echt, want ik heb het voor jou gekocht. Hoe krijgt hij het dan in zijn bezit? Door het aan te nemen. Te zeggen, nou, ik geloof dat het voor mij is. En wat zeg je dan? Dan zeg je niet meer, mag ik het hebben? Dan zeg je, dank je wel. En je geeft het uit handen. En iemand neemt het in dankbaarheid aan. Er was een mevrouw die dat zo ontzettend moeilijk vond. Om het aan te nemen, omdat ze bijna niet kon geloven dat het voor haar was. En toen de dominee dat al een paar keer had uitgelegd, hield hij ineens op. En hij begon ergens anders over te praten. En toen zei die vrouw, ach dominee, zal ik nog een kopje koffie voor u inschenken? Nou, zei hij, dat is wel lekker. En ze schonk koffie in. En hij liet het gewoon staan. En toen zei, dominee, drink nou uw koffie op. Hij zegt, is dat dan voor mij? Ja, zei ze, dat heb ik voor u ingeschonken. Oh, zei hij. En hij liet het weer staan. Ze zegt, dominee, nou heeft u nog uw koffie niet opgedronken? Nee, zegt hij, maar is dat dan voor mij? En ineens had ze door. Ze kreeg er een kleur van. Hij zegt, dat is precies wat u met het evangelie doet. U zegt altijd maar, is dat dan ook voor mij? Ja, God heeft het voor jou bereid. En als je nou dat kopje neemt en je drinkt het leeg, dan is het iets van jezelf geworden. Zulke voorbeelden helpen mensen om te begrijpen dat ze niet meer moeten vragen, maar dat ze moeten gaan danken. En dat is iets wat wij ze mogen leren. Om op te houden te bidden en te gaan danken. Als u deze procedure onder leiding van de Geest van God gaat hanteren, dan zult u merken dat er mensen komen op uw weg die u tot de Heere Jezus mag leiden. Dwing ze nooit, zet ze nooit onder druk. Want Jezus zegt, wie wil, die mag komen. En die mag het nemen om niet. Zo'n moment.